Vandaag gaan we beginnen met minister Erik Wiebes. Dat was de bedoeling. Ik ben op de eerste editie van het Stand-Up Economics Festival in Groningen. Overal in de stad gaan bekende cabaretiers en economen met elkaar in gesprek om de economie inzichtelijk te maken. Dus geen vage mannen in pakkentaal, maar begrijpelijke taal. En humor. Humor? Wees jullie, humor. Humor en economie? Ik weet niet hoe de fuck ze dat gaan doen, maar ik ga het voor je uitzoeken. Let's go! Jongens, leuk dat jullie hier zijn, of niet? Hij is de schuldige. Jij bent de schuldige. Waarom heb je deze twee onschuldige, lieve, mooie jongens meegesleurd naar het Stand-Up Economics Festival? Ja, nou ja, we zijn zelf economen en we denken dat economie misschien wel als comedy kan gebruiken. Een stukje comedy en een stukje economie staat volledig tegenover elkaar in mijn beleving. Dus ik ga zien hoe dat bij elkaar komt. Jij komt naar het Stand-Up Economics Festival. Ja, klopt. Ga je een pilletje nemen straks? Nee. En wat doet u zelf voor beroep? Beleggingsspecialist. En wat verwacht u van zo'n festival? Nou, ik hoop dat ik in mijn gesprekken voortaan een beetje humor kan toevoegen. Ah, dus u komt gewoon jatten? Ik kom gewoon jatten. En wat hoop je te zien? Grapjes. Daar houden comedians van als je dat zegt. Ik kom voor grapjes. We zijn hier in Groningen en zijn er de nodige mensen in de zaal zitten die direct of indirect met gaswinning te maken hebben. Zijn hier gedupeerden? Een paar van jullie. Hier, die voor je. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Weg met de zuinigheidsmentaliteit. Over grenzen heen kijken. Die VOC-mentaliteit, ja. Toch? Ja, kan ik weer van op gaan werken. Fuck you. Jurgen Rijman, stand-up en economics. Hoe dan? Die vraag zou ik jou ook kunnen stellen. Hoe dan? Het is heel raar, maar het idee is ooit ontstaan in Ierland. Tijdens de crisis wilde men de mensen inzicht geven op de economie. En dat proberen we te duiden op een leuke manier. Want mensen onthouden meer als ze het met een grap verteld worden dan wanneer het serieus is. Hey, maar Jurgen, we hebben het over doekoe. Hoeveel doekoe heb je eigenlijk? Veel minder dan voorheen, maar ik... En we zo zeggen, het begint langzaam maar zeker weer een beetje. Ja, dus ja. We kunnen weer geld bij je lenen binnenkort? Over een jaar of anderhalf kan je weer komen voor een tientje. Straks schema, jongens. We zijn hier bij brouwerij Proeflokaal Martinez, waar we Anna Neutenboom gaan checken. Waarom doe je mee aan het Stand-Up Economics Festival? Omdat ik er heel goed voor betaald kreeg. Nee, sorry. Dat is echt een kut antwoord. Ik heb laatst even uitgerekend. Ik leef volgens mij zo net boven de armoedegrens. Rot op. Ja, echt. Dit pak is het duurste wat ik bezit. En hoe duur was dit pak dan? 100 euro. Is er iemand mystery shopper? Nee, sorry. Ik vind het gewoon heel spannend altijd. Groot applaus alsjeblieft voor het panel. Dank jullie wel. Ja jongens, ik sta hier met Tex de Wit en die slaat ook een economisch muntje uit dit evenement, zo te zien. Edson heet ik. Edson. Dus dan, ja. Als je hem even kan signeren ook. Ja, voor Edson. Krijg ik hem dan gratis van je? Ja, je moet ja zeggen. Dus als jij met een draaiende camera zegt, krijg ik hem gratis. En ik zeg nee, dan sta ik voor lul. Score! Heel goed, dan ga ik het even vertellen hoe het zit. Ik sta hier in de Vera, waar Raoul Heertje in gesprek is met 4 top-economen. En ze hebben het over een handelsgevecht tussen Amerika en China. Ik heb ook gelezen dat hun cijfers bijvoorbeeld niet kloppen. Ik heb ook gelezen... Is ook niet waar? Ik sta hier met comedy legend Raoul Heertje. Ja, nee, dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo. Wat heb jij vandaag hier gedaan op het Stand-Up Economics Festival? Nou, ik heb met alle economen gepraat over belangrijke vraagstukken. Zoals, is Nederland rijk? Hoe kun je rijk blijven? En ik heb geprobeerd, en volgens mij is dat gelukt, om de kennis van die mensen, om die uitzet te krijgen. En hoe houden we Nederland rijk? Wij sparen allemaal. Als jij spaart, dan kunnen anderen daarmee investeren. Maar we investeren niet. En is er iets waarvan je zegt van... daar zou ik wel in willen investeren? Ja, ik zou wel in jou willen investeren. Kan je een tikkie sturen? Dat is helemaal geen probleem, Raoul. Ja, misschien moeten we dat doen. En Helene Mees, hoe zou ik jou moeten omschrijven? Wat doe je eigenlijk? Ik ben econoom. Ik ben ook jurist. Ik schrijf columns. Ik heb lesgegeven aan New York University. Ik heb een boek geschreven. Dat omschrijft mij voldoende, toch? Oké, nou, je doet heel veel. Ben je rijk? Ik ben heel rijk. Hoeveel nullen kan ik bij Helene Mees opschrijven? Een heleboel. Hoe is de wisselwerking op zo'n festival, weet je, met zo'n cabaretier? Vind je dat leuk of denk je van, ja, die ondermijnt toch de hele tijd dat wat ik probeer te zeggen? Nee, helemaal niet. Die vat het juist heel mooi bondig samen en maakt het ook weer een stuk beter verteerbaar. Nee, ik ben er heel blij mee. Nog bondiger dan dat je al bent, jij? Oh ja, ik ben zo bondig. Echt?
Is er een tip die je me kan geven? Een soort van beleggingstip? Waar moet ik gaan investeren? Wat wordt de komende jaren huge? Nou, ik zou me voorlopig een passend plaats maken. Ik denk dat de financiële markten kwetsbaar zijn. Dan zet er eerder koersdalingen aankomen en koersstijgingen. Dus gewoon sparen eigenlijk nu? Ja, het vervelende is dat het ook geen zin heeft. Dat levert niks op. Casey komt een beetje pessimistisch over. Is er niet licht aan het eind van de tunnel? Waar kunnen we ons aan vasthouden, Kees? Ja, je best doen. Hai, hai. Voor hoeveel geld hebben ze hier naartoe gekregen? Ik heb 4 consumptiemunten gekregen. Ik dacht dat je ging zeggen 4000 euro, maar 4 consumptiemunten. 4 consumptiemunten, hoezo? De andere meer? Meneer. Hallo. Waarom bent u hier? Ik werd gevraagd door een vriend van mij. En toen dacht je, oeh, yeah, stand-up economics festival, oeh. Ja. Precies dat. Zo stond ik ook urenlang in mijn slaapkamer. En toen dacht ik van, dit gaan we doen. Wat heb je vandaag geleerd tijdens het stand-up economics festival? Dat economie eigenlijk veel makkelijker is dan je denkt. Dit was de eerste editie van het Stand-up Economics Festival in Groningen. En jongens, ik heb gelachen. Ik heb genoten. Maar wat ik vooral heb geleerd, is dat economie ook gewoon heel erg leuk kan zijn. Dus als je de kans hebt, kom volgend jaar dan weer naar het Stand-up Economics Festival. Peace!